Goedendag en welkom bij weer een nieuwe Gamersnet Gear op de dinsdag. En dit is Tom, ik ben Daniel en we gaan het deze week hebben over een soort van refurbished product van Nvidia. Wacht, refurbished wil echt zeggen dat hij terug gaat naar de... en dat ze dan anders... dat kan ook! Ja. Nee, het is niet refurbished, Hoe noem je dat? Herzien of zo? Een herziene versie van, ja goed, iets van de Nvidia, namelijk de Nvidia Shield. Televisie. Want ja, het is, Nvidia noemt alles een Shield. Ze hebben een Shield tablet. Maar dit is de Shield TV. Maar goed, tegenwoordig is dat de nieuwe Shield. Ja. En hij is wel weer nieuw, want we hebben al de Shield behandeld een aantal weken terug. Dat was zeg maar de 2016 editie, die we een beetje laat oppakten. Nu hebben we de 2017 editie, die we vrij vroeg al meteen weer oppakken. En dat is dus inderdaad wel een heel stuk anders. Oké, leg eerst even uit, wat doet de Nvidia Shield TV? De Nvidia Shield TV hebben we al een beetje beschreven als de Chromecast voor gamers. Want het is eigenlijk een casting device voor gamers. Dus wat dat wil zeggen is, je kunt er natuurlijk YouTube, Netflix, whatever op draaien. Maar je kunt ook games er naartoe streamen vanaf je PC. Ja. Games vanaf een super PC streamen met GeForce Now. Dat is tegen een abonnement. Tegenwoordig steeds meer zorgen ze er ook voor dat games zeg maar native op het ding zelf draaien. Dus dat is bijvoorbeeld Crossy Road, zoals je bij ons hebt kunnen zien in Challenge Accepted. Ja. Maar ook steeds meer andere dingen, zoals bijvoorbeeld laatst ook de Tomb Raider reboot uit 2013, draait native op dit kleine dingetje. Ja, het is bizar. Echt een mini-apparaat, want het grappige is, we hebben hier ook de oude Nvidia Shield liggen. Ja. In ieder geval de oude, de vorige editie, de eerste editie. Die een stuk en groter is. Die is inderdaad aanzienlijk een stukje groter. Ja. En dat is dus al de eerste aanpassing. Wat doet het wezenlijk nog meer anders dan de... Ja, die uit 2016 was naar mijn idee ook iets mooier gemaakt. Je ziet dat er net iets meer... Kijk, hij is dus groter, hij heeft meer poorten, maar daar zitten dus ook iets meer een beetje al mooie elementjes in. De standaard editie is ook een stuk goedkoper geworden daarmee. Dus hij is kleiner, hij is iets minder chic in zijn design, maar daarmee dus wel goedkoper, want het standaard model is €230. Maar voor €330 heb je de Pro-editie, die dus wel weer lijkt op het oude chique model. En 500 gig intern geheugen heeft. Oh, en deze heeft? Deze heeft 16 gig intern geheugen. Okay. En je kunt met een USB'tje, je kunt flashdisks erin doen. Of je kunt een externe harde schijf erin doen. Geen SD-kaarten meer trouwens, dat hebben ze ook veranderd. Okay, dat zat op het oude ding wel. Dat is er nu uitgehaald, dus dat is waarschijnlijk ook waardoor die een tikkie goedkoper is. Wat kost deze nu dan? Ja, deze is dus €230 voor 16 gig. Okay. En voor €330 heb je 500 gig. En is die dus ook weer een tik groter. En als 500 gig is hij ook iets meer een media server. 16 gig is vrij basaal, gewoon echt een caster. Maar goed, je kunt er wel wat filmpjes op kwijt, je kunt er wat apps op kwijt. Maar goed, het gaat natuurlijk wel om het streamen sowieso. Ja, het gaat om het streamen en eventueel dus het draaien van Android en Nvidia games. Ja. Ander wezenlijk verschil is natuurlijk de controller. Die hebben ze echt compleet aangepast. En volgens mij ben jij best wel blij. Ja, echt. Want ons grootste nadeel van de oude controller is dus echt dat hij zag er niet uit. Het is zo'n lomp. Het lijkt een beetje op de allereerste Xbox-controller. Ja, en dan zelfs dan nog iets logger. En iets minder goed geplaatst. En de knoppen ook, de D-pad voelt heel log aan. Alle knoppen voelen een beetje cheap-ass aan. De trackers waren dan wel analoog, maar ze voelen niet analoog. En het nieuwe model is echt, ik vind het een beauty allereerst. Ja, het nieuwe model sowieso. Is dus... Ik zei op Twitter al, toen ik een fotootje ervan plaatste, ik vind het lijken alsof je halverwege een zegel LCD bent. Weet je wel, er zitten allemaal van die geometrische vormen in. Dat wou ik net zeggen. Ja, inderdaad, die geometrische lijnen overal en hoekjes. Dat is zo vet! Dat is zo gaaf! Het is super een soort van deels minimalistisch, maar ook weer niet of zo. Ja. Omdat het er best wel weer druk uitziet. Maar nou, de vorm is minimalistischer geworden, maar hij is wel stijlvoller door een beetje die geometrische patroontjes erop. En ik vind dat super vet. En ook gewoon in hoe die aanvoelt, alles is beter. De triggers zijn beter. De pookjes voelen een heel stuk beter aan. Ik heb echt het idee dat die gewoon... Nvidia had zoiets van, Tom, we horen je. Dat ding is lelijk, we gaan een nieuwe maken. Dus die nieuwe Shield controller is fantastisch. Die trouwens ook gewoon... je kunt er een headset in gooien, zodat je ook je eigen Netflix filmpje stil kan luisteren. Je kunt ook dan voice chat gebruiken. En hij werkt natuurlijk ook gewoon prima op PC. Hij is wel los is hij €70. Dus daarom vind ik het wel heel netjes dat ze hem inbegrepen hebben met de nieuwe Shield. Want het is echt... Zo weinig op aan te merken. Is de controle nog iets wat aan te passen middels software of iets? Of is het gewoon echt een standaard? Nee. Dit is het.
Daar moet je mee doen. Ik denk dat je als je met PC allerlei gekke software, mods of zo downloadt, dat het wel kan. Ja, maar nee. Maar goed, hij is wel. Hij is natuurlijk ook meer gericht op de Shield, omdat er ook een aantal mediaknoppen op zitten. En zelfs touch gebaseerd, een klein beetje een volume scrollertje. Okay. Wat op zich best wel tof is. Ja. Enige nadeel is misschien wel dat de Android knoppen die erop zitten, die kan je heel snel per ongeluk indrukken. Dus soms zit je. Ik zat bij Tomb Raider een aantal keren te flippen. En dan drukte ik per ongeluk op terug of zo. Dan ging hij terug naar het hoofdmenu. Dus was het niet echt handig. Maar voor de rest, echt, gewoon als je het vergelijkt met het oude model, zo'n verbetering. En ja, er zit ook nog steeds een microfoon in, zodat je stemcommando's door kan geven en dergelijke aan je Shield. Dus heel, heel mooi dingetje. En cool. Ik zou het grootste pluspunt aan de nieuwe Shield noemen. Dus als je dan toch voor Shield gaat, zoek alsjeblieft niet naar de oude, want dan krijg je hele logge dingen bij. Nieuwe krijg je zo'n halve LSD-controller. Fantastisch. Ja, inderdaad. Ja, goed. We hebben hier de dit is de nieuwe Media Remote. Hij is ook weer net wat anders dan de vorige. Ja, ook iets goedkoper, iets minder gestaalborsteld aluminium. Dus je merkt duidelijk waar Nvidia prijsbesparingen op heeft gemaakt. Ja. Maar er zit wel weer gewoon een microfoon in voor stemcommando's, touch-based volumecontrol. En eigenlijk precies hetzelfde als het oude model, maar je kunt hem niet meer handmatig opladen met een micro-USB'tje. En ook wat ze wel gestript hebben, wat ik een beetje apart vind, is de headset-mogelijkheid. Die zit er niet meer in. Oh. Want bij die oude Shield Media Remote kon je ook gewoon een headsetje erin gooien, net als de controller. En hoe laat je hem nu op dan? Ja, volgens mij moet je een lithium-batterij erin doen, maar dat is heel lastig met het eruit en erin zetten. Okay. Maar het werkt wel met een lithium-batterijtje. Okay. Het is wel jammer, want ik vind dat gewoon opladen aan... Kijk, zo'n ding gaat natuurlijk niet snel leeg, maar opladen met een micro-USB is makkelijker dan lopen priegelen met een lithium-batterij. Dus. Is het een totale verbetering ten opzichte van het oude model, of heb je echt een soort kanttekening dat je denkt... Nou, ik vind enerzijds heel strak dat Nvidia bepaalde concessies heeft genomen waardoor die goedkoper is geworden. Dus dat zie je in dat er minder gestaalborsteld aluminium zit. Ja. Hij is iets kleiner, iets minder toegankelijkheid. Dus wat dat betreft is misschien iets minder chic de friemel. Maar daarvoor krijg je wel een verminderde prijs terug. En dat vind ik wel netjes, dat gewoon de richtprijs is omlaag gegaan. En er komen steeds meer games op. Dus wat dat betreft... was ik voorheen sceptisch over de Shield. Nu zie ik er wel hel in. Omdat gewoon, je krijgt steeds meer Nvidia games die erop draaien. Die controller is zoveel verbeterd. En de prijs is gewoon omlaag gegaan. Dus so be it dat hij dan niet meer zo premium aanvoelt. Dit is wel gewoon een heel leuk ding om in je huis te hebben staan voor niet alleen Netflix en YouTube, maar ook gewoon je spellen streamen. Ja, maar het is ook gewoon een klein compact dingetje. Dat is wel fijn. Het is echt de prijs is dan iets minder compact nog steeds. Ja. Het blijft 230 of €330. Dat zeker. Maar als je dan toch op zoek bent naar een media server of een caster. En je bent een gamer, dan is dit wel je way to go, I guess. Duidelijk. Nvidia Shield TV 2017 editie. Bedankt voor het kijken, dit was Gamers at Gear. En check vooral ook al onze andere video's, waaronder Gamers at Gear, op YouTube, op Gamersnet, social media, alles. Facebook, Twitter, Instagram. Ja. Twitch. Ja, Twitch. Volg op ons ook. Twitch. Twitch.tv/Gamersnet. Misschien dat we binnenkort gewoon streamen vanaf de Shield. Ik zou het doen.